zijn sokken! Ja, toen werd het gewoon te heftig. Ja, toen was het te serieus. Toen schokken jullie. Ja, het was een grap. Wel lekker zomers dit, hè? Ja, en ik vind het echt heel mooi. Ja? Zijn jullie Nederlands? Duits? No. Oké, let op jongens, we gaan samen de vlog beginnen. Ja, en dan zeg je 3, 2, 1 en dan ben ik degene die het weer in mijn eentje doet. 3, 2, 1. Goedemorgen! Ben je echt zo niet enthousiast? Lin, kom op, we gaan nu een half jaar met elkaar om. Oké. Je kan toch wel iets enthousiaster doen? Ja. Oké, 3, 2, 1. Goed! Nou, kom op, Gio! Nee, wat grappig jongens. Een hele goede morgen en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Lin en ik zitten op dit moment in de auto, want wij zitten hier in de stad. En wij gaan namelijk shoppen! Want wij vertrekken morgen naar het prachtige eiland Hawaii. Ja, ik heb gewoon het koffer moet ingepakt worden. De koffer. Ik wist gewoon toen ik het zei. Dus het koffer. Dat ik hier haat op kreeg. Maar de koffer moet nog ingepakt worden en Gio moet gewoon nog zijn spullen halen. Ja, ik heb nog... in principe kan ik heel veel kleding meenemen. Maar ik heb wel genoeg thuis. Maar we willen even wat andere leuke sets erbij halen. Maar je kwam er wel achter in Miami dat je eigenlijk niet zoveel zomerkleding hebt. Dat klopt. Dus wij zijn vroeg de stad ingegaan. Want het is 11:30. En dat is best vroeg, want alles is pas net open namelijk. Dus ja, we konden ook niet vroeger eigenlijk. Hè? Om 12:00. Ja, om 12:00. Dan gaat de rest hier allemaal open. Dus wij staan hier nu bij de Bijenkorf. We gaan daar eerst even kijken of we wat dingetjes kunnen halen. En ik ga de auto uitzetten. En we gaan er binnen, jongens. Time to shop. Oh, ik hou hier zo van. Meestal ga ik dus alleen, want Gio wil nooit mee. Echt shoppen. Ik ben dus vorige week 3 keer in 1 week in mijn eentje wezen shoppen. Ja, ik haat het om in Nederland te shoppen. Ja. In het buitenland vind ik het leuk, maar in Nederland gewoon... Maar ja. Maar ik moet zeggen, in mijn eentje is ook wel een vibe, hoor. Ja? Muziek in, met mijn oortjes. En dan gewoon lekker zonder rekening te houden, gewoon urenlang in de winkel staan. Ja, daar heb ik sowieso een hekel aan. Ja, let's go. Oh. Leeft hij nog? Zeg het me. Ach, hij leeft nog. Gelukkig. We staan binnen en ik ben gelijk het washokje ingegaan, jongens. Ik ben echt die snelle shopper, dus ik doe hem dicht. En ik heb nu dit aan. Oh, wow, dat is wel een beetje tegenlicht, hè, jongens. Oké, dit is beter. En ik ga even kijken wat ik heb, want ik heb hier een blouseje en deze, wel een beetje een donkere kleur, maar daar hou ik altijd wel van. Ik ben echt een snelle shopper, dus ik zie gelijk dat ik deze leuk vind. Dat is top. Ja, lekker zwart shirtje gewoon. Ook leuk dat het printje op de achterkant staat volgens mij. Ik ga even kijken of ik het jullie kan laten zien. Blijft het staan? Deze camera laat me niet in de steek. Okay, moet ik gaan bukken, jongens? Ja. Ik weet niet of jullie het zien. Maar oké, deze is goed. Ja, leuk. Leuk? Ja, je kan ook niet veel fout aan gaan, toch? Doen ja of nee? Prijs omhoog? Ja. Oké. Okay. Dat is zo niet enthousiast. Jawel, maar wat betaal je voor dit shirt? Geen idee. Doei. Volgende item. Had je nog iets? Ja, dit vind ik mooier. Dit vind ik echt heel mooi. Ja? Maar ik zei al, dit lijkt wel op wat ik voor jou heb gekocht in Marokko, hè? Kijk, hou eens vast. Dat is precies zo'n blouseje, maar dat ook dat stofje. Ik vind dit wel leuk. Het is wel gewoon netjes ook. Ja, ik vind hem wel echt heel mooi. Toch? Ja, ik zou dan eerder dit doen. Je doet allebei. Oh wow, hij doet het allebei. Hey. Oké, Lin gaat mij nu even stylen. Ik ben benieuwd. Dit heb ik zelf uitgekozen, dus dit vind ik helemaal leuk. Ik ben benieuwd wat Lin hiermee gaat aankomen. Oké, maar Gio, ze hebben niet meer jouw maat. Hè? Ze hebben je maat niet meer. Oh, maar het ziet er wel leuk uit. Het is S. Oh. Oké, ik ga het even proberen. Oké, Gio, laat maar zien. Het is wel lekker zomers dit, hè? Ja, en ik vind het echt heel mooi. Alleen niet meer jouw maat. Zo mijn maat. S. Jawel. Vind je, de blouse mag wel iets groter, hoor. Nee joh, gek. Is perfect. Oh nee joh, gek. Hallo. Ik vind het leuk. Jongens, we zijn geslaagd. Draai ze op. We kunnen naar huis, het shop is klaar. Nee, ik wil nog naar de Zara. De Zara is nog niet eens open, besef. Ja, daar wil ik echt naartoe nog. Ja, ik ben echt een hele snelle shopper. Ik word echt niet moeilijk. En ik vind dit ook wel echt leuk staan ook. Goede outfit voor Hawaii. Dit is van Arte, volgens mij. Ook een leuk merk. Olaf en Arte zijn wel leuke
leuke merken. Ik zeg trouwens altijd, ja, ik hou niet van merkkleding, bla 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 bla. Dat zeg ik de laatste tijd natuurlijk vaak, maar daarmee bedoel ik echt de high-end designer merken mee. Dat zijn Louis Vuitton, Gucci, Burberry, dat soort dingen. Die zijn natuurlijk allemaal echt, dat is een hele andere prijsklasse als Arte en Olaf. En Carhartt. Carhartt behoort daar ook niet bij. Ik zie namelijk soms als mensen het verkeerd begrijpen in de vlog, als ik zo'n uitspraak doe van ja, ik vind merkkleding helemaal niks. Maar dan heb ik het dus inderdaad over dat soort, ja, dat soort merken. Ik droeg namelijk vroeger echt super veel Burberry en als ik die foto's soms terugzie van mezelf, denk ik echt, het is niet, best. Beland in de Zara? Nee. Nee, ik voel het niet. Nope. We zijn geslaagd. We hebben een paar leuke outfitjes gekocht, jongens. Ik vind het helemaal top. En de mevrouw naast mij, ik weet niet of zij geslaagd is. Is de mevrouw naast mij geslaagd? Wat bedoel je met de mevrouw naast mij? Nou, volgens mij zit er maar één mevrouw naast mij. Ja, ik ben ook geslaagd. Nou, dat was hartstikke mooi. Ja, hey. Ik had eigenlijk niks nodig. Maar, hè? Je hebt toch weer wat gekocht. Ja. Nou ja, maakt niet uit. Jongens, het is helemaal gefixt, dus dat is top. Wow, jongens, we hebben naast de weg hebben we twee liftende jongens zien staan. Ze staan zo, dus ik ben even omgekeerd. Ik ben benieuwd waar ze naartoe moeten. Zullen we vragen? Zullen we kijken of ze mee kunnen nemen? Ja. Ik weet niet of ze Nederlands zijn. Het zijn twee jonge jongens, zag ik. Dus ik ga heel even checken of ze überhaupt mee willen. En of ze op de vlog willen. Nou, dat denk ik wel. Als ik ze wegbreng, dan willen ze vast op de vlog, toch? Ja, maar ja, waar moeten zo'n mensen heen? Ik denk, nou ja, ze staan voor de richting Breda. Kijk, wij hebben nu in principe niks beters te doen. Dus we kunnen ze wel even een half uurtje verder brengen. Ja, een half uurtje. Toch? Ja, we moeten wel nog alle koffers inpakken. Ja, we moeten niet naar Parijs. We gaan naar Amsterdam, lijkt me ook niet zo slim. Nee, maar ze staan voor de andere kant. Ze staan niet richting Amsterdam. Tenminste, zo ziet het ernaar uit. Dus Okay. Ik ga even kijken. Hij moet nog editen. Ja, ook nog. Okay, ik zie ze staan. Heb je dit ooit eerder gedaan? Nee. Oh, ik vind dit eng. Ik kijk. Antwerpen. Yeah. Zijn jullie Nederlands? Duits? No, German, English. Get in the car. Yes. Not to Antwerpen, but a little closer. Antwerpen. So nice of you to take us. We can take you not all the way to Antwerpen, but I think a little closer. Oh, that's so nice. Thanks. Even de stoel naar voren zitten. Nice to meet you. Gio. Etienne. En? Melvin. And you're from? Germany. Yes. Okay, cool, guys. I'm a YouTuber from the Netherlands. Yeah. This is my my vlog camera. Oh my god. Say hi to the vlog. Hey. Okay, jongens, we gaan de mannen dus eventjes iets verder brengen. Ik denk richting Breda. Dat is iets dichterbij. Of tenminste, even kijken op Antwerpen, als dat invullen tot hoe ver het is. Mm. Antwerpen zelf is wel een stukje rijden. Ja. Yeah. And where are you heading? Well, we saw you standing here next to the road, but we officially need to go that way. Oh. Because that's our home. But we have nothing to do, so I think we can bring you a little closer to Antwerp. So why are you... We have vacation now. Vacation? Yeah, so he's studying, I'm working, and yes, but we want to go here holiday house. Yeah. We took a Flixbus to Rotterdam here. Yeah. Yes. We had no plan how to get. How long were you waiting already? Half hour? How long were you standing there already? Just like 15 minutes. Oh, 15 minutes. We moeten de jongens dus naar Middelburg brengen. We dachten eerst Antwerpen, maar we moeten dus naar Middelburg. Do you guys understand anything of what I say? A bit. Because you're German, words, right? So yes, maybe some German words. Scheiße. Schweinhund. We said something like, first we said to you that we wanted to go to Antwerp. Yeah. But now you're heading us to... Yeah. Speaks a little bit Dutch. Duits en Nederlands lijkt een beetje op elkaar natuurlijk. Vind je? Ja, Duits is wel... Vind je het niet een beetje hetzelfde als Nederlands? Nee. Sommige woorden? Nee. Some words are the same, like kinderen, kinder. Kinder. Wat heb je nog meer? Nederlandse woorden die op Duitse woorden lijken.
Wat gebruiken we nou echt Niet thuis? Veel hoor. Nee? Huh. We hebben meer Franse leenwoorden. Is dat zo? Plafond, trottoir. Oh ja, ja, ja. We zijn ondertussen jongens in Middelburg aangekomen. Ik heb geen idee waar we ze een beetje kunnen droppen. Where do you want me guys to drop you? Somewhere in the center. Yes, yeah. Okay. Ik ben dus volgens mij nog nooit in Middelburg geweest, jongens. Dus ik weet ook niet helemaal hoe het centrum eruit ziet. De jongen achterin vertelde trouwens net een grappig verhaal. Hij was ooit. Of hij is ambulance person. You're working at the ambulance, right? Yes. Can you tell the story again? What you did on your first day? I made an accident. I hit another mirror of another car. Yes. That's it. It was my first day. De eerste dag had hij dus met de ambulance reed hij blijkbaar. Want hij is dus ambulancebroeder op de auto. Reed hij dus met zijn auto reed hij tegen een andere auto aan en tegen een spiegel. Want die klapte toen af. Op zijn eerste dag. Nice. Ja, jongens, we hebben even leuke verhalen gedeeld. We gaan nu dus even kijken waar ze kunnen droppen en dan gaan ze hier verder. De mannen ga ik droppen. Guys, good luck. Thanks. You can watch the video tomorrow. Yes, we will. Your name was? Melvin. And your name was? Etienne. Oh yeah, there were the names. Okay, bye bye. He's great. Thanks. Bye. Dus we gaan hier uitstappen. Bye bye. 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 Bij het centrum hebben ze hier gedropt in Middelburg. Nou, mooi. Even de tassen mee. Big bags. Yeah. Yes. Volgens mij natuurlijk redelijk zwaar. Really, really much. Yes, no worries. Bye bye. Bye. Top. Zo. Bye. Bye bye. Zo, nou, dat was hartstikke leuk, toch? We zijn helemaal happy. Ja, toch? Ze stonden ook te zwaaien. Nou, hartstikke mooi. Oké. Wij gaan dus weer naar huis. Het is voor ons 1:20 naar huis staat er blijkbaar. Ja, dat is wel even een nadeeltje. En ik moet nog zoveel doen. Maar dit is wel voor de goede karma, jongens. Ja. Dit is goed voor de goede karma. Dat betekent dat wij een hele mooie reis gaan hebben naar waar, denk ik. Ik hoop het. Ja, oké. Het was niet de beste planning misschien, want we hebben echt nog best wel veel te doen vandaag. Ja, het is dadelijk 3:30. Ja, maar we hebben de jongens wel goed geholpen. Ja. Dus dat is leuk, toch? Ja. Ja? Wat? Wat? We kunnen geen stoelen meer. Niet. Alle stoelen zijn al. Nee. Zijn al bezet. Niet. Jawel, ik ben net hier. Ja, maar ik kan niks meer. U reist naar de Lulu. Alles precies zo ingecheckt. Je maakt een grapje, hè? Nee, schat, dan ga ik niet. We kunnen niet naast elkaar, schatje. Jawel, dat moet kunnen. Natuurlijk was het. Die stoelen die we toen gekozen hadden met boeken, die zijn het gewoon geworden. Hoe weet je dat? Dat zie ik op de boardingpas staan. Kijken. Geloof je me niet? Nee. Hier. Boardingpas, 49D, daar ben jij. En ik ben 49C. Nou, dat is naast elkaar. En is er achteraan? Ja, dat is helemaal achteraan. En ook helemaal links, niet rechts. Dat weet ik niet precies. Hoezo? Is links beter dan rechts? Ja. Mevrouwtje vliegangst. Ik ga zo mijn koffer dus inpakken, jongens en meiden. Maar we hebben vanochtend natuurlijk ook geshopt. En heel veel van deze kledingkast, want hij pelt eigenlijk uit. Je zou je afvragen, waarom shop je? Maar heel veel van deze kleding gaat dus weg. En dat gaat op Vinted komen. En check dus eventjes mijn gebruikersnaam, GioLatoyXL. Want mijn kledingkast staat dus nu online. Check hem daarop. En dan kan je dus ook wat leuke items kopen vanuit mijn kast hier. Er zitten ook best wel wat, inderdaad, Carhartt zit er dus ook tussen zelfs. Dus ik zou zeggen, check het even. En wie weet win je wel of win. Je moet er wel voor betalen. Het geld gaat trouwens allemaal naar mijn moeder, niet naar mezelf. Maar wie weet heb je wel straks een leuke item van mij in jouw kast hangen. Ja, en dan wordt het straks maar tijd om in te gaan pakken, jongens. Als ik dan naar buiten kijk en het gore, vieze, grauwe weer, die regen. En dan te bedenken dat we straks echt gewoon echt aan de andere kant van de wereld zitten. Morgen in de vlog al, hè jongens, als het goed is. Morgen komt de eerste Hawaii-vlog als ik het allemaal haal met tijdsverschil al online. Dus dat hou het in de gaten. Even mijn best aan doen, want het is gewoon koud hier. Het is gewoon echt, echt koud hier. Mocht het trouwens allemaal niet lukken straks qua tijdsverschil en internet of weet ik veel wat, want ik zit aan de andere kant van de wereld, dan laat ik dat weten via mijn Snapchat. Maar ik heb er wel echt alle vertrouwen in dat het gewoon goed komt. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Nee. Wat? Altijd geleerd om zo netjes de schaar aan te geven. Ja, jij geeft hem aan.
Zo, alles wat hier op de grond ligt, jongens. Je zou denken, what the fuck? Maar dit moet allemaal de koffer in, dus gaat het allemaal. Oh, maar dit is nog niet eens alles. Mijn zomerkast moet ik nog openmaken. Oeh, wat lekker. Ja, het is voor 2 weken. Dit moet nog allemaal mee. Het is voor 2 weken, dus het gaat wel even wat worden. Ik ga ook dus mijn koffer pakken, jongens. Maar ik ben gelukkig met mijn koffer altijd best wel snel klaar. Dat is wel echt chill. Ik ook, toch? Ja, jij bent niet... Of je niet? Nee, je doet het niet lang. Of kijk, het ziet er nu uit als een puinhoop. Ja, maar ik begin net 1 minuut. Ja, daarom. Dus het maakt niet uit. Ten eerste, even een slokje water. Maar ga ik even al mijn nieuwe setjes uit de auto pakken, zodat die sowieso meegaan van vanochtend. Lin zegt dat ik verkeerd inpak. Wat is er nou weer? Ik zei, pak even goed in, want als ik nog ruimte nodig heb, dan wil ik ook nog. In mijn koffer? Ja. Oh, laat je haar in mijn mond. In jouw koffer? Maar hoezo? Dit is toch heel netjes ingepakt, dit? Ja, maar dit is echt niet zo. Liever, dit doe ik toch hartstikke mooi? Ja, snap ik, maar... Oké, we gaan verder. Ik ben wel blij dat ik gewoon echt een beetje nieuwe kleding heb, jongens. Ik heb ook nog een leuk linnenbroekje, want ik dacht mijn vriendin heet Lin. Dus hè, daar past een mooi linnenbroekje bij. Een linnenbroekje. Hey, een linnenbroekje. Kijk, zie je? Oh, jij rolt het op. Ben jij een roller? Ik ben een roller. En met poepen? Wat? Ben jij een vouwer of een propper? Wat is dat? Als je poept. Ja, oké. Okay. Is dat een vouwer of een propper? Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Je hebt mensen die zeg maar het toiletpapier netjes om hun hand heen doen. En je hebt mensen die het ook gewoon opfrommelen en dan hun kont afvegen. Oh, oké. Okay. Dus. Dus, ja, dat hoeft niemand te weten. Oké. Okay. Oké, en ik heb hier nog een heel mooi polootje. Ik laat even de kaartjes dus naar deze. Heb je die ook gekocht? Ja, alleen ik wilde dus eigenlijk meer van deze nog halen. Maar toen dacht ik, ja, laat maar zitten. Misschien kunnen Hawaii ook nog leuke dingen kopen. Dat zou ook wel. En een Hawaiiaans bloesje. Ja, nou, misschien hebben ze wel een leuke blouse daar. Kijk, ik ga niet met zo'n extreem kleurrijk blouseje lopen. Jawel, dat is leuk. Dat is helemaal de cultuur. Vind je dat leuk? Ja. Oké, nou, misschien wel. Ben je Surinaams? Ben ik Surinaams? Ja, dat klopt. 2 weken, jongens. 2 weken is best wel veel, vind ik, om voor in te pakken. Maar meestal gaan we rond de 10 dagen weg. Ja, dat scheelt 4 dagen. Dus dan zeg ik... Nou, we gaan nu 15 of 16 dagen trouwens. Dus het is toch even voor 5 dagen meer pakken, blijkbaar. Maar even wennen. Want ik had nu heel veel onderbroek en ik dacht, oh... Maar het zijn er eigenlijk maar 8, terwijl we zijn straks 15 dagen weg. Dus het zou wel een beetje smerig zijn als ik er dan maar 8 meeneem. Vraag je, kan je 15 dagen met 8 onderbroeken doen? Nee. Hoeveel moet ik er dan hebben? 15. Ik zou er altijd nog een paar extra nemen voor het zwemmen. Ja, duh. Gelukkig, Linda, daar denk ik hetzelfde over. Oké, zo zien 17 paar sokken eruit. En dit zijn 20 onderbroeken. Daar moet ik het wel mee redden. Weet je, dan kan ik een paar nog een beetje vies maken. Met zwemmen en alles. Dus ja. Wat? Lim pakt de koffer. Zitten er gewoon nog allemaal andere spullen in? Ja, hier ook gewoon allemaal. Alle sokken! Alle sokken! Die waren we kwijt! Lin! Wow! We hadden al zo weinig sokken. Oh. Ik wist het! What the fuck? Zo, dat is slecht. Maar hij zit ook echt in zo'n vakje die je niet echt opentrekt, toch? Ja, nice. Oké, nou, dit is het enige wat er mee gaat vallen in. Dus het valt echt wel mee, gelukkig. Ja. Ja, top. Nogmaals, ook de troep hier komt dus omdat, jongens, kijk, mijn voorraad van Gio-truien die ligt dus nu hier in alle kasten. Dus alle kleding van Lin, die moest er eventjes uit, wat wel stom is. Ja, uit. Die heeft er nooit ingelegen. Nee, heeft er nooit ingelegen, klopt. Maar die voorraad gaat weg. Dus straks wordt heel deze kamer netjes en dan kan Lin haar eigen kast en alles hier gaan indelen. Dus dat is natuurlijk wel beter, want het is nu echt gewoon ja, de hele tijd een beetje een rotzooi zoals je ziet. Ja, en je gaat een nieuwe kast laten bouwen toch ook misschien? Ja, ik ben een inbouwkast op maat aan het laten ontwerpen. Ja, want dit ziet er echt niet uit jongens, dit is zo verschrikkelijk lelijk allemaal. Ja, en aan de achterkant heb je hier gewoon nog 2 meter en daar nog bijna 3 meter. Ja, echt heel veel. Gewoon... Kijk, dit wordt gewoon niet gebruikt, let op. Oh, dat is niet de doorgang. De doorgang is hier. Kijk, er wordt gewoon niet gebruikt. Dit is gewoon allemaal nog over. Dus er wordt nu een hele indeling gemaakt, waardoor je dus al die ruimte kan benutten. In plaats van dat al die kasten zo super lelijk, ja, staan. Ja, zonder van de ruimte ook. Ja. Wow, jongens. Ik vind hier net ineens iets in huis. Kijk, camera van Enon Joost. Dit pasje is niet echt natuurlijk, jongens, maar het is Joost, die naar het Eurovisie Songfestival gaat. Maar dat is niet zijn camera. Maar er staat wel zijn identiteitskaart op. Die is niet echt. Gelukkig. Maar dit is de camera van Nathan. Die heeft hij hier nog steeds liggen bij mij.
Die is hij echt al heel lang vergeten. Maar die heeft hij alleen nooit meer komen ophalen. Dus Nathan, als je dit ziet of je dit doorgestuurd krijgt van iemand, hij ligt hier nog steeds. Ik heb je geprobeerd te bellen, maar je nam niet op. Ik weet niet wat je allemaal op deze camera hebt staan, maar ik zal het niet checken voor je. Ik hou het voor jou, privé. Ik berg me goed op. Ik moet nog even de deur uit. Ik heb niks meer gehoord trouwens van de jongens. Ik heb ze uiteraard wel verteld wie ik was. Ze hadden natuurlijk geen idee. Ze komen uit Duitsland. Dus ze woonden in München. Daar kwamen ze vandaan en ze waren dus gewoon met een rondtocht bezig door Nederland. Super grappig dat ze ook heel random naar Middelburg moesten, die jongens. Maar ik heb niks meer van ze gehoord, dus ik hoop dat het allemaal goed gegaan. Ze hebben ze echt gewoon echt in Middelburg gedropt. Dus we hebben er bijna 3 uur in de auto gezeten voor ze vanmiddag. Maar ze wel daarmee uit de brand geholpen, dus dat was wel even leuk natuurlijk. Dat voelde goed. Maar ik moet nog even naar de appie, want ik moet printerpapier halen. Lin is namelijk super blij met de printer. Wat ik echt ook heel fijn vind natuurlijk. Lin was sowieso super, super blij met de cadeautjes die ze gekregen heeft op de verjaardag. Echt heel erg dankbaar. En dat gaf mij natuurlijk ook een fijn gevoel. Maar printen gaat wel moeilijk als je geen printpapier hebt. Dus vandaar, dat moet ik even halen. Fuck. Oh, helemaal vergeten dat het zondag is vandaag. Oh, ja, dat is niet handig. De appie is niet eens open hier in het dorp. Kijk, die is dicht. Licht staan uit. Oké, dan moet ik even naar een andere supermarkt. En dorp verderop. Wow, yo, ik vergeet dat soms echt, hè. Dat het zondag is en dat dan gewoon niks open is. Geslaagd. Kijk eens. Ik heb printpapier. Dat is deze. Papier wit. We hebben hier kaasjes. Lid had een beetje last van maagzuur. Dus heb ik ook voor hem meegenomen. En paperclips. Mooi. We moeten namelijk ook nog de ESTA uitprinten. Want Hawaii is dus Amerikaans grondgebied. Dus je moet weer zo'n formulier en zo'n visum hebben. Anders kom je daar gewoon helemaal niet erin. Het staat helemaal leeg hier. Laat. Ik ben de enige in de hele parkeergarage. Ik voel me echt alsof ik de enige hier ben. Op de hele wereld. Ik voel me alleen. Oh. Er zat gewoon iemand in die auto. Die zou gewoon niet gedacht hebben. Ik was blijkbaar niet de enige. Ik ben weer lekker binnen. En omdat dit onze laatste avond in Nederland is, heb ik Lin hier eventjes... Hey, heb ik je verrast of niet? Ja. Dat is toch even top? Ja, ik dacht, want we hadden in de vriezer nog snacks liggen. Oh, die wilde je gaan eten, hè? Ik dacht, dan pakken we die. Ja, nee jongens, dus ik beter. Heb even een frikandelletje meegenomen. Lekker. Beter? Ja. En? Vlammetjes. Hey. Lekker. De vlog is trouwens ook net al aangekomen, jongens, waarin de prank gedaan werd. De reacties zijn wel best wel gemixt. Maar wat ook heel veel in de reacties stond, was dat echt mijn eerste reactie was gewoon echt, shit, de katten. Want dat is echt, ik denk echt het belangrijkste gewoon hier uit mijn huis. Hé? Ja. Ja, ja. Hé, schatie? Hé? Snishy. Oh, knappetje. Ik hou zoveel van die beesten. Echt, ik ben zo gek op ze. Dus vandaar dat het ook echt gelijk mijn allereerste reactie was. Het was echt een goede test, hè? Hey. Ja. Ik wil trouwens even een dikke shout-out doen. Naar de vrouw van mijn leven. Waarom? Omdat je al de hele dag de was aan het doen bent. Ja. Lekker bezig bent met alles. Maar jij ook nu. Ja, ik heb jou verrast. Hey. Ja, zeker. Je laatste frikandelletje. Ja. Vanavond nog een frikandelletje. Ja. Ik bedoelde echt. Ja, die bedoel ik ook. Ja, okay. Nee, oké, dan zitten we op dezelfde lijn. Oké, fijn. Kijk, dit is toch hartstikke gezellig zo. Hè? Hij zit er zo gezellig bij. Ja, Sniesje eet altijd graag mee. Ja, hij is er echt altijd erbij. Zit hij gewoon te kijken. Oh, er komt de ander. Miauw. Wat doen ze nou eens, Nies? Ik ben dus nog bezig, jongens, met even de laatste voorbereidingen voor Hawaii, ook hier. En dat is een auto huren. We willen natuurlijk daar wel zelf een auto hebben. Alleen, nu zijn dus heel veel opties. Kijk, je kan hier op Sixt, kan je mooi kijken. Een mooie website trouwens. Ze hebben een G-klasse. Nou, dat is 2.500 euro voor een paar dagen. Dat is echt... Het slaat helemaal nergens op. Dus dat gaan we niet doen. Ondanks dat Lin de favoriete auto een G-klasse is. 2.300 euro voor 5 dagen... Slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Maar wat je dus wel hebt is inderdaad deze. Deze BMW 4 is heel gaaf. En het is een cabrio. Dus dat is perfect. Maar we hebben hier ook een Jeep. Kijk, dat is ook leuk. Alleen ik weet dus niet... Het is een midsize elite Jeep Wrangler. En ik weet dus niet of dit een cabrio is. Want het dak eraf
is natuurlijk wel echt perfect, lijkt mij. We willen daar sowieso namelijk cabrio gaan rijden natuurlijk. Dus ik, ja, kijk, je kan ook nog hier voor een Tesla gaan. Nou, ik heb helemaal niks met Tesla. Dus ja, je hebt hier ook een Ford Mustang. Standaard Ford Mustang Convertible. Is ook wel dik. Maar, oké, ik heb geboekt. Jullie gaan in de vlog van morgen zien wat het is geworden. Kijk, de zielig zitten dan. Hallo. Hallo. Dan zit je lekker op de grond. Ja, ik zit hier echt al heel lang, maar het is eindelijk gelukt. Ja! Want we hebben hier de printer, jongens. En het is gelukt. Kijk, eerst was het dus ding, het papier erin krijgen. Ja. Moest het papier erin. Dat is gelukt. Maar kijk. Als je hier naartoe gaat. Op je telefoon. Hij klikt op druk af. Komt hij gelijk erbij te staan. Ja. En dan klik je gewoon op druk af. Dan kun je alles voor je telefoon printen. Echt alles gewoon? Ja. Zo, dat is handig. Handig, hè? Of ja, als hij het doet. Hij is bezig. Dus ik... Oh, het is nu al de test natuurlijk. De vraag is nu of het goed gaat. Ik hoop het. Oh jee. We horen heel veel geluiden. We zien alleen nog niks komen. Nog nooit zo. Dit is het geluid van. Ja! Dit is het geluid van de printer, inderdaad. Kijk, er stond dus een melding. Oh, hij trekt hem erin. Ja, hij is dubbelzijdig. Is het dubbelzijdig zelfs? Ja. Wow, wat een topding. Ja. Ik wil even vertellen. Dit zat dicht. Oh, ja? Ik moet wel. Oeh, zie je? Dit kwam in beeld. Ja, dat kwam in beeld. Oh ja, nou, dus ik deed die klep open. Je zei: nee, die moet dicht. Die moet dicht. Je hoeft alleen dit uit te schuiven. Wat denk je? Jij hebt gelijk. Goede reis. Welkom in de Verenigde Staten. Oh ja, ik ga niet alle gegevens filmen die erop staan. Of er staat niks ergens op volgens mij. Jawel. Oh jawel. Alles. Woe! Nou komt die van jou. Zullen we nog één keer doen? Lekker. Nice. Kijk. Oh. Nice. Hey, ik heb een vraag. Ja. Het kost mij €311 om mijn auto te parkeren op Schiphol voor 2 weken. Als ik nou morgen mijn auto parkeer op Schiphol en jij haalt hem de dag daarna op en ik betaal jou €100. Wat vind je van het plan? Oké, maar wacht. Wat moet ik doen? Gewoon je auto ophalen? Mijn auto de 19e ophalen? Op Schiphol? Laat. Dat maakt niet uit. Wanneer kan? Hey, maar ik heb jouw reservesleutel niet meer, hè? Nee, die ligt hier thuis. Ja. Moet ik hem naar je brengen nu? Ja, kan wel. Ja. Zodat je tante voor geld scheelt. Ja, het scheelt me wel €200. Hé, hey, even op de kleintjes letten. Ik ben aan het filmen trouwens. Nee, maar is cool. Kan wel, maar hoe kan je hier zijn dan? Maar dan moet je wel echt de 19e ophalen, hè? Ja, nee. Anders ben ik de schaapik. Dan moet ik straks €300 afrekenen daar. Oké. Ja, dan kom ik hier naartoe. Oké, we zijn bij Jelle. Als het goed is, komt hij er aan nu. Even kijken. Kutzooi. Nu ben ik die reservesleutel vergeten. Dat ben je niet. Waar ik juist voor ging. Kut. Bro. Dit geloof je niet. Ik ben die reservesleutel vergeten. Nee. Ja. Was echt? Ja. Maar dat is de hele reden dat je de auto mee gestapt hebt. Heb je hem echt vergeten? Ik heb hem echt niet. Ik heb alleen mijn eigen hier. Ja, maar dat gaat niet. Daar kom je niet meer thuis. Nee, kan ik niet meer uitzetten thuis. Nou, was gezellig. Gast, volle kerel. Echt niet? Nee, Fik. Ze stapt de auto in richting mij. Oh, hij heeft me teruggepakt. Ja, zit je ermee? Nee hoor. Nou. Oh. Nee, weet je, laten we het even goed praten. Jelle zit er wel een beetje met de comments. Eerlijk, je vond het wel kut. Dat iedereen de grap zo kut vond. Maar het was uit goede intentie van Lin en Jelle en Bo. Omdat zij wilden echt een spannende, leuke vlog neerzetten voor mij. Ja. Dat was jullie bedoeling. Exact. Maar toen we jouw reactie zagen, toen dachten we... Ja, toen werd het gewoon te heftig. Toen was het te serieus. Toen schrokken jullie. Ja, het was een grapje. De grap was eraf, zeg maar. De grap was er toen een beetje af. Dus goed, achteraf zo erg was het nou ook weer niet, toch? Nee, ik bedoel, ik kon zo van lachen, dat is het belangrijkste uiteindelijk. Het was er met goede bedoelingen, dus dat is ook wel het lieve. Ze wilden gewoon een spannende vlog neerzetten, alleen het is een beetje uit de hand gelopen gisteren. Ik ben weer lekker thuis, jongens en meiden. En het is 1 uur 's nachts. En morgen 7 uur 's ochtends vertrekken wij naar Schiphol vanaf hier thuis. Dus wij gaan lekker naar bed.
de laatste spullen nog even inpakken en dan is het dus tijd om lekker te gaan slapen. Dus vanaf morgen gaan jullie alles zien. Nogmaals, ik ga jullie proberen op de hoogte houden of alles op tijd online komt. Ik ga er nogmaals uit van wel. Maar dat ga je dus allemaal pas morgen zien, jongens en meiden. De allereerste vlog vanuit fucking Hawaii. Echt ongelooflijk. Maar ja, ik denk dat ik er net zoveel zin in heb als jij. Dat weet je niet. Jawel. Ik denk het wel. Nou, jongens en meiden, dit was in ieder geval dus de vlog van vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten van de vlog. Morgen om 6:30 dus een nieuwe vlog online. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. Tot morgen en later.